Denk je veilig te zijn in de schuilkelder en sterf je door verdrinking? Het overkwam gezinnen in de Rijnstraat in Doornenburg op 2 oktober 1944. De geallieerden wilden de Duitsers in het kasteel treffen, maar raakten een grondwatervoorziening met desastreuze gevolgen. Wij waren bij de expositie afgelopen zaterdag in Fort Panada. Deze expositie werd geopend door de wethouders Theo Jansen en Helga Witjes. Er werden bij deze expositie diverse filmfragmenten en voorwerpen getoond. Waaronder het nieuwe boek Vlucht en strijd van de historische kring Doornenburg. Wat nu ook te koop is in het fort.